En de commissie van rapporteurs heeft vandaag in DNA een aanvang gemaakt met de openbare besprekingen over de wijziging van het huidige kiesstelsel. In de eerste ronde is in commissieverband gesproken over de verschillende veranderingen die zijn voorgesteld door de regering. Volgens commissievoorzitter Melvin Bouva wil de commissie naast het kiesstelsel ook de grondwet wijzigen. De bedoeling van de wijziging van artikel 7 van de kiesregeling van 29 september 1987 houdende de regels voor de verkiezing van leden van volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname is gericht op het feit dat politieke organisaties niet langer in combinatieverband mogen inschrijven voor de deelname aan algemene, vrije en geheime verkiezingen in ons land. Dit betekent dat elke politieke organisatie zich zelfstandig, let wel, zelfstandig en dus alleen zichzelf mag inschrijven voor deelname aan de verkiezing. Bij een combinatie van politieke organisaties is het niet duidelijk voor de kiezers en zeker onvoldoende voor een heleboel om een keuze te maken op grond van de beginselen van de combinatie of de ideologie van de diverse partijen. Tot zover Melvin Bouva, hij is voorzitter van de commissie van de rapporteurs die de wijziging van de grondwet en het kiesstelsel voorbereidt. Hij zegt dat deze veranderingen noodzakelijk zijn.